Goedenavond allemaal en van harte welkom opnieuw in toch wel, mag ik zeggen, verwarrende en rare periode. Ik denk dat we allemaal op dit moment al op een of andere manier, direct of indirect, te maken gehad hebben met de gevolgen van deze crisis. En hoogstwaarschijnlijk gaan we er nog veel meer mee te maken krijgen met de gevolgen ervan, maar we hebben nogal de neiging om graag controle te hebben over situaties en over dingen die gebeuren. En in dit geval lukt dat niet. Bepaalde mensen, heel veel mensen, krijgen daar dan stress van of beginnen angsten te ontwikkelen, zeker ook als je de actualiteit op de voet volgt. En die angsten of die stress, die zorgen dan weer voor bepaalde reacties of bepaalde dingen die gezegd of gedaan worden die niet 100% met een klare kijk zijn. En daar krijg je dan opnieuw mensen die daar dan op reageren op een negatieve manier en zo kom je stilletjes aan in die negatieve spiraal terecht. Ik denk dat het heel belangrijk is dat we allemaal zeer kalm blijven. En dat we proberen zo positief mogelijk te blijven. Naar elkaar toe en naar onszelf toe en naar de situatie toe. Wat niet altijd heel gemakkelijk is. Ik zie ook mensen die opeens beginnen zeer solidair te zijn met anderen. Die zeer hulpvaardig zijn. Die bepaalde mensen gaan eren bijna. Van bepaalde beroepen. Dus dat is zeer mooi om te zien. En het is die richting dat we eigenlijk zouden moeten uitgaan. Naar die solidariteit, naar dat gevoel van samenhorigheid. Het gevoel van we zitten hier allemaal in hetzelfde schuitje. Nu, meditatie, hoe dat je het ook bekijkt, kan daarbij helpen om die klare kijk te houden. Om rustig te blijven, om kalm te blijven. En we kunnen die meditatie ook nog gaan zelf beïnvloeden. Door tijdens de dag ook bepaalde rustmomenten in te lassen. De zogezegde dode momenten opvullen met tot rust te komen. Met die momenten bedoel ik bij het tandenpoetsen, bij het koken, bij het jezelf verplaatsen. Kortom, een paar momenten op een dag dat je eens een minuutje met je ogen open of gesloten dat je eventjes tijd neemt voor jezelf. Dat gaat automatisch ook je meditatie beïnvloeden. En het positief zijn naar anderen, dat kan al van bij het wakker worden tot bij het gaan slapen, dat je die positiviteit probeert te houden. Ik heb ook al gemerkt hoe meer je de actualiteit op de voet volgt met angstige bedenkingen erbij, ja, dat gaat u niet stimuleren om positief te blijven. Integendeel, je gaat daar nog meer angsten bij ontwikkelen. Dus mediteren kan ook helpen. Zoek je een rustig plekje bij jou thuis en dan doe je ogen eventjes dicht. Laat het ons gewoon doen. Je zoekt je een rustig plaatje, maar dat heb je ook waarschijnlijk al gevonden. Je zorgt voor een rechte rug. Je zit in een positie waar je van denkt van hier kan ik langer dan een minuut in dezezelfde positie blijven zitten. En dan, als je er klaar voor bent, dan mag je heel rustig je ogen sluiten. Laat deze ogen heel zachtjes toevallen, alsof je in slaap zou vallen. Misschien voel je zelfs al bepaalde spanningen die er zijn, voel je die al lichtjes verdwijnen.
Voel hoe je lichaam zich heel langzaam in een rusttoestand bevindt. Van het topje van je hoofd tot de toppen van je tenen. Adem al eens heel diep in langs je neus. En heel diep uit langs je mond. Doe dit gerust een paar keer. En voel hoe de verfrissende nieuwe energie je lichaam binnenkomt. En hoe de oude gedachten of zorgen of angsten je lichaam verlaten. Voel hoe deze nieuwe energie jouw lichaam binnenkomt en die oude je lichaam verdwijnt. Voel hoe de spanningen van je voorhoofd verdwijnen en ook de spieren rondom je ogen zich ontspannen. Blijf rustig in- en uitademen en voel hoe alle spieren van je aangezicht tot rust komen. De spieren van je kaken, van je lippen rondom je mond en van je kin. Voel de spieren van het topje van je hoofd, je achterhoofd, je nek, je schouders. Laat die gerust losjes tot rust komen en voel je armen, je ellebogen, je onderarmen, je polsen, je handen, je vingers en de topjes van je vingers. Voel hoe alles zich ontspant. Ook je heupen, je benen, je knieën, je voeten, je tenen en de topjes van je tenen. Jouw lichaam voelt heel leeg aan, als een leeg glas. En dit lichaam hebben we nu eventjes niet meer nodig. Indien je enige pijn ondervindt, dan pas je je zitpositie, pas je die gewoon aan. Zorg dat je rustig zit, op je gemak en voel hoe de kalmte je lichaam binnenkomt, de kalmte en de rust.
Adem nu nog eens heel langzaam en heel diep en heel zacht in langs je neus. En voel waar die adem zich keert en adem terug uit. Adem in. En voel het keerpunt van je adem en adem uit. Het keerpunt van je adem in het midden van je buik is het centrum van je lichaam. Het keerpunt van je adem bevindt zich in een lege middenruimte, het midden van je lichaam. Indien je dat centrum van jouw lichaam niet voelt, is dat geen probleem. Wanneer je je op je gemak voelt, en rustig en kalm, is dat voldoende. Probeer niet te analyseren, of probeer niet na te denken. Voel de kalmte, voel de relaxte sfeer. En stel je jezelf eens even voor in het midden van een lege ruimte. Een ruimte zonder muren en zonder plafond. Je bent helemaal alleen, maar je voelt je zeker niet eenzaam. Je bent hier en nu aan het genieten van deze tijd voor jezelf. Er is niks of niemand die je nu stoort. Misschien voel je een hele aangename sfeer ergens in de natuur, ergens in een veld met bloemen, of aan het strand, of ergens op het topje van een berg. Misschien voel je de zon schijnen en voel je een zachte wind. Jij zit in het midden van deze eindeloos verre ruimte te genieten van dit moment. Indien er een gedachte door je hoofd binnenkomt, dan laat je die heel langzaam komen en gaan. Alsof je door een raam kijkt naar buiten. Maar je gaat zelf niet naar buiten. Je observeert je gedachten. En ze zullen vanzelf verdwijnen
Zoals wolken die voor een zon komen en terug weggaan. Stel je eens even een rond voorwerp voor, een volle maan of een zon. Of een zeepbel, een heldere sfeer, zoals een kristallenbol. Observeer dit voorwerp eens en voel hoe dit voorwerp heel langzaam naar binnen komt. Langs je hoofd en heel langzaam naar beneden zakt. Voel hoe dit voorwerp jouw lege middenruimte inneemt en hoe het van daaruit heel lichtjes begint te stralen om zo zijn licht over heel je lijf te verspreiden. Sommige mensen proberen dit voorwerp langs hun mond als het ware in te slikken. Andere mensen laten het via hun hoofd naar beneden zakken. Sommige mensen brengen het voorwerp tot in het midden van hun lichaam met behulp van hun ademhaling. Elke manier is oké. En indien je het niet voelt of niet ziet, is dat geen probleem. Dit is geen competitie en ook geen wedstrijd waar je moet presteren. Geniet van dit moment. Voor jezelf. De laatste techniek die we vandaag tijdens de meditatie gaan toepassen is het reciteren van een mantra. Mantra Samma Araham. Wat zoveel betekent als de juiste manier om het bewustzijn te zuiveren. Voel hoe de geluidsgolven vertrekken vanuit je lege middenruimte. Of misschien hoe je deze lege middenruimte zelfs al opgevuld met positieve energie of met het voorwerp dat je gevisualiseerd hebt. Laat die geluidsgolven, zoals je een steentje in het water werpt, als concentrische cirkels over je lichaam zich verspreiden. Jijzelf reciteert deze mantra niet luidop, maar je probeert hem te voelen van in het midden van je lichaam. Samma Araham. Samma Araham.
Heel jouw lichaam is gevuld met positiviteit. Laat dit toe en probeer elke gedachte los te laten. Misschien zelfs dat jouw bewustzijn of jouw denken connecteert met het centrum van jouw lichaam. Dit centrum is de thuis van jouw denken. Hier voelt jouw bewustzijn zich veilig. In deze tijden is het zeker goed om een wens te maken voor jezelf. Maak een constructieve, positieve wens voor jezelf. En voel de energie die in je lijf zit. Deze energie kan je ook gebruiken om wensen te maken voor anderen. Voor mensen die je heel nauw aan het hart liggen. Maar ook voor mensen die in deze tijden zelf heel verward zijn. Hopelijk kunnen ze ook zij wat rust vinden en hun bewustzijn tot rust laten komen. Maak voor hen ook gerust een mooie wens. We komen heel langzaam aan het einde van deze meditatie. Word je heel langzaam bewust van de ruimte waarin je je bevindt. Voel ook neem jouw lichaam, jouw ledematen, jouw nek, jouw rug. Misschien voel je zelfs een lichte pijn. Mag je lichaam gerust ook wat bewegen of stretchen en hou het mooie gevoel nog even vast en je mag het dan ook zeker loslaten. Of verspreiden. En wanneer je klaar voor bent, dan mag je heel rustig je ogen openen. Zo, dit was het voor deze week. Ik hoop dat jullie ervan hebben kunnen genieten. En dan wens ik jullie nog een zeer mooie avond. En
geniet van de kleine mooie momenten met elkaar. En durf ook voor jezelf af en toe eens een rustmomentje in te lassen. Een time-out. Zo. Tot ziens.